In het dorp Bussum, niet ver van Amsterdam, woonde aan de stationsweg de familie Veffer met hun 6 kinderen. Sarah Veffer en haar man Jonas runden samen een bloemenwinkel in de drukke stationsweg. Hun oudste zoon was Jaap, die een echte studiebol was en ooit dokter wilde worden. Het enige meisje van het stel was Rachel en haar grote hobby was accordeonspelen. Zoon Max had een grote droom van voetballertje in Bussum uit te groeien tot speler in het Nederlands elftal. Appie was niet zo dol op school. Hij speelde liever op straat met zijn vriendjes. Juda en Joop vonden het allermooist rennen door de velden rond het dorp.